Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer gaat het over Instagram. Want ik denk dat de meeste van jullie niet alleen maar YouTube gebruiken, maar ook wel Instagram op hun telefoon. Want dat doe ik ook en het is natuurlijk gewoon hartstikke leuk om iedereen's foto's te bekijken en ja, te zien wat andere mensen ook nog in hun leven doen. Natuurlijk zijn er duizenden accounts om te volgen en dat doe ik dus zelf ook. Ik volg er eigenlijk veel te veel. Maar daarom heb ik vandaag voor jullie een aantal favoriete Instagram accounts van mij. Het zijn allemaal verschillende soorten. Het zijn hele bekende, wat minder bekende, wat nieuwere. Dingen over eten, over zangaccounts, gewoon mooie foto's, heel veel verschillende dingen. Ik ga jullie dat vandaag laten zien. Ik heb zelf ook Instagram en ik zal jullie vertellen, ik heb niet zo'n mooie, prachtige feed. Ik let daar niet zo heel erg op, want ik vind het gewoon heel erg leuk om te plaatsen wat ik op dat moment heel erg leuk vind. Als ik iets leuks heb gedaan die dag, met vrienden, familie, ja, waar ik er gewoon zin in heb. Ik gooi altijd wel gewoon een leuk filtertje over dat het nog een soort van bij elkaar past. Past het meestal niet, maar ja. Als je het leuk vindt om mij te volgen, ik heet @mandykasbergen. Staat hier eventjes in beeld. En ja, laat maar weten of je mij al volgt op Instagram. Stem eventjes hierboven in de poll. Nou, ik ben eventjes aan de kant geschoven. Hier komen de accounts in beeld te staan. De tekst komt er ook nog even onder staan. Zodat jullie het makkelijk kunnen opzoeken. Want ik zal gegarandeerd heel veel accounts helemaal verkeerd uitspreken. Maar goed, ik ben trouwens ook heel erg benieuwd wat jullie favoriete Instagram accounts zijn. Misschien weet jij nog leuker voor mij om te volgen. Laat het even weten in de reacties. Als eerste dit account. Nou, dit is dus het account van een jongen of een jonge man in ieder geval. En ik vind zijn foto's zo ontzettend gaaf. Ze passen ook allemaal bij elkaar. Die filters die er overheen zitten, ja, ik vind het gewoon echt ontzettend mooi om te zien of zo. Heel veel reisfoto's ook. Ja, love it. Dan dit volgende account. Dit is het account van Jenny. En ik volgde haar blog al een paar jaar. Maar nu ook haar Instagram al sinds een hele lange tijd hoor. Maar haar foto's zijn gewoon heel erg mooi gekleurd. Ja, ze denkt er gewoon over na. Het ziet er gewoon super mooi uit. Echt van die goals foto's. Dan Annegien van het account Fetching Tires. En ik denk dat meerdere mensen van jullie wel eens van haar account hebben gehoord. Want ze heeft echt onwijs veel volgers. Ze is nog super jong. En ze maakt gewoon hele, hele gave edits. Dan dit zangaccount van twee zusjes. Ze komen uit, volgens mij, Amerika of Australië. In ieder geval niet uit Nederland. Ze kunnen onwijs mooi zingen, ook echt super hoog. Ze hebben wat filmpjes op YouTube staan, maar ook op een Instagram account. En je vindt het gewoon heel erg leuk om dat af en toe even te luisteren. Peter Nout. Nou jongens, als jullie houden van iets grappigs. Hij is echt super gay en dat maakt hem alleen maar nog grappiger. Niks tegen mensen die gay zijn, juist hartstikke leuk. Maar zijn humor is gewoon geweldig. Echt, ik hou van Peter. Ik volg hem ook op Snapchat en dat is ook heel erg leuk om te zien, echt. Ja, ik word er gewoon altijd helemaal blij van. Je kan er echt heel erg hard om lachen. Als je houdt van eten, is dit het account voor jou. Want dit account plaatst gewoon allemaal voedsel, foto's, filmpjes en dingen die je eigenlijk nooit kan namaken, maar wat er wel echt onwijs lekker uitziet. Dus dat moet je nooit gaan kijken als je honger hebt. Best Finds, dat is denk ik ook wel bekend bij de meeste van jullie. Maar hier kan ik ook gewoon altijd heel erg hard om lachen. Van die domme dingen van mensen of mensen die uitglijden, vallen. Ja, stiekem kan je gewoon lachen om het leed van andere mensen. Komkommermeisje is iemand die echt onwijs gaaf kan tekenen. Echt super realistisch ook. Het lijkt gewoon echt bijna één op één. Moet je even kijken naar al deze foto's. Ik vind het gewoon onwijs cool om te zien. Ik zou dat super graag ook willen kunnen. Maar helaas zijn mijn tekenkunsten verre van dit. Dan Noor van het account Queen of Jetlags. Nou, ik weet niet of ik hier nog wat over moet zeggen. Zij reist volgens mij gewoon heel de wereld af en haar foto's zijn echt heel gaaf. Echt geweldig. Creative Dutch is een account die van bekende tv-programma's zoals The Voice, maar ook, dat vond ik vooral erg leuk, bij Holland's Next en Expeditie Robinson. Dingen die ik dan zelf kijk, dat vind ik heel erg leuk om te zien. Allemaal van die grappige foto's, een screenshot uit het programma nemen en dan een grappige tekstje onderzetten. En het is gewoon lachwekkend meestal. Waarom vloggers janken? Ja, je ziet hier gewoon allemaal jankende vloggers met eronder waarom. Want dat gebeurt nogal vaak op YouTube. Vloggers die janken, ja, dat vinden mensen nogal leuk om te zien. Dus daarom dit Instagram account. Dit is een Instagram account van eigenlijk een Snapchatter. En zijn Snapchat is nog vele malen leuker. Je ziet deze coole tekeningen al. Maar deze man die tekent gewoon alles via zijn telefoon. Echt de kleinste dingetjes. En het is onwijs gaaf. Dat doet hij op Snapchat ook. En dan heeft hij ook altijd wat van die leuke stop-motion filmpjes. Kan je heel vaak doorklikken en dan gaat er van alles bewegen. En het is echt super goed. Je kan hem beter volgen op Snapchat. Ik zal het ook even hier in beeld zetten, want het is geweldig.
Dit is ook een Instagram account dat ik al heel lang volg. Want ik volg haar YouTube al heel erg lang, haar normale account. En ik heb hier ook kaartjes van haar. Dit heeft zij ook allemaal getekend. Want het is in de stijl van Bonnie. Een van mijn favoriete YouTubers. Dat is ook weer iets heel anders. Misschien moet ik daar ooit ook weer een video over maken. Leuke YouTubers. Maar nee, dit is dus een samenwerking. Zij ging dingen voor Bonnie tekenen. En ja, gewoon super leuk in haar stijl met Bonnie. Nou, ik vond het helemaal leuk. Omdat ik hun allebei al best wel lang volg. En ze maakt gewoon hele leuke tekeningen. Een hele eigen stijl. Ik vind het heel erg leuk om te zien altijd. Dan dit account. Ik kan hier kort maar krachtig over zijn. Want hier valt niet heel veel over uit te leggen. Dit heet Art Select. En het zijn allemaal echt bizarre dingen. Samen met Amelia kan ik hier in de klas echt mega hard op lachen. Echt allemaal van die flubbermannetjes. Echt. Je moet het gewoon kijken. Want als ik het zo ga uitleggen, snap je er helemaal niks van. Dit is wel echt een van de gaafste accounts ever op Instagram. Want zijn edits zijn echt on point. Echt, het is geweldig. Het is ook hoe het is bedacht. Gewoon dan denk je echt, hoe kom je hier aan? En het zijn allemaal special effects. En het loopt gewoon zo vloeiend. Je ziet niet dat het gemaakt is op een computer of zo. Je moet het zien. Dit is een heel gaaf tassenaccount. Misschien komt het je wel bekend voor. Want volgens mij was dat vorig jaar bij Holland's Next. Daar gebruikten ze zulke tasjes bij een shoot. En sindsdien ben ik dat account gaan volgen. Echt onwijs gaaf. Die tassen zijn wel echt onbetaalbaar. Het zou een droom zijn als ik ooit een tas heb. Want het zijn allemaal tassen van eetbare producten. Nou ja, ze zien er eetbaar uit. Maar het is niet eetbaar. Je kan het gewoon echt als een tas gebruiken. Ze zijn wel super duur. Meestal worden ze gebruikt voor shoots of mensen in het buitenland of zo. Maar het is gewoon onwijs leuk om te zien. Zo lekker kleurrijk, eetbare dingen. Wie al nou niet? Jif Bom is echt een onwijs schattig hondje. Ik denk dat mensen van jullie hem ook al kennen. Want dit is te schattig gewoon. Moet je kijken. Dit is Faye en haar account volgde ik al wat langer. Ik had haar ook geïnterviewd bij de première van 100% Coco. Want daar speelde zij een rolletje in. Ook onwijs leuk. Haar Instagram account volgde ik al langer. Omdat zij gewoon echt ook hele mooie foto's heeft. Dit is het account van Lisa. En misschien ken je haar nog wel van Girls for Problems. Ik kan het nooit uitspreken. Maar dat YouTube account van Tweeling. En zij gaat nu heel veel reizen. Daar is ze volgens mij ook een kanaal van nu. Maar haar foto's, haar reisfoto's zijn gewoon ontzettend mooi. En zeker het volgen waard. Als je even wil lachen, kan je zeker Stefan de Vries even volgen. Want het zijn echt van die stomme humoristische grappen die echt nergens op slaan. Maar toch is dat daarom gewoon heel erg grappig. Van die woordgrappen waarvan je echt denkt, serieus? Hoe verzin je dit? Dit is een heel mooi mode-illustratie account. En het zijn onwijs mooie fashion jurkjes en poppetjes zo getekend. Heel inspirerend om te zien. Ook al ga ik dat zelf nooit kunnen. Pip Peters is een stylist. En ik kwam er dus pas achter dat zij dus blijkbaar ooit mee heeft gedaan aan het Junior Songfestival. En dat ik met hun liedje een keertje mee heb gedaan aan een playback show. Nou, ik herkende haar dus helemaal niet meer terug. Maar wel onwijs leuk om te zien, want ze is nu stylist. En ja, haar foto's zijn ook gewoon heel erg mooi. Leuke outfits. Dan Diana van D's for Dazzle. Haar Instagram vind ik ook gewoon heel erg leuk. Omdat ik haar stijl erg leuk vind. Haar kledingstijl vind ik heel erg leuk. De plaatsen waar zij foto's neemt. Natuurlijk ook toen ze in Engeland was. En het ziet er gewoon allemaal heel erg mooi uit. Dit account heeft een hele mooie feed. Met hele mooie outfits. Inspirerend. En het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Kijk, weet je, over sommige dingen kan je gewoon niet zoveel vertellen. Daar zie je het gewoon meteen. En ja, als je daarvan houdt, dan moet je dat gewoon eventjes gaan volgen. Dit is het account van Bente. En Bente ken ik via Nikki Smit. En zij heeft gewoon ja, echt haar eigen stijltje. Heel veel dingen daarvan zou ik niet per se zelf dragen. Maar ik vind het wel gewoon onwijs leuk om te zien hoe ze dat allemaal doet. En dan ook nog zo'n hele leuke speciale bijpassende achtergrond achter de foto weer. En haar eigen stijl laat ze gewoon heel erg goed zien hier op dit Instagram account. Dit is Sam of Sam. En ja, hier kan ik niet zo heel veel over kwijt. Dit is gewoon een hele leuke schattige jongen om te zien. Als je houdt van slijmvideo's moet je dit account zeker volgen. Want het zijn echt de perfecte slijmvideo's. Weet je wel, echt waar alles helemaal goed in lukt. Wat jou thuis niet lukt om te maken. En gewoon geweldig geluid. Geweldig hoe het eruit ziet. Echt satisfying. Echt. Dit account is van Nienke. Ze is nog helemaal niet zo oud. En ze heeft een hele eigen stijl. Ze probeerde ook een eigen magazine op te richten. En die dan ook echt in de winkels kwam te liggen. Helaas had ze daar niet genoeg geld voor opgehaald. Maar alsnog plaatst ze nog steeds hele leuke foto's. En gaat ze binnenkort weer iets nieuws proberen. Dus ik weet nog niet wat. We gaan het vanzelf zien. Natuurlijk volg ik dit account als cactusfan. Want het is een getekende cactus. En die maakt elke dag wat mee. Ja, dingen over het nieuws. En dat wordt dan gecombineerd met die cactus die dan allemaal dingetjes meemaakt.
Filsclip is weer een Instagram account om weer eventjes schaamteloos te lachen om mensen die heel veel pijn krijgen. De Borden is een account met gewoon allemaal super herkenbare situaties. En als je dat tegenkomt, denk je echt van ja, het is herkenbaar en stom en moet er niet zijn. Cactus Boy is een account met allemaal leuke plantjes en dingen. En hier laat hij ook allemaal dingen uit zijn dummy zien. Echt van die super inspirerende dingetjes, mooie kleurtjes, echt super mooi gemaakt. En ik vind het gewoon heel erg grappig om te zien. Dit is het account van Sherelle. En Sherelle ken ik via Bonnie, want het is een vriendin van Bonnie. Nou, ik ken haar zo natuurlijk niet persoonlijk, maar haar Instagram. En zie hoe kleurrijk het eruit ziet. Allemaal mooie, felle kleurtjes, roze kleurtjes. Heel leuk. Dit is een account van een flamingo. En dat klinkt echt super raar, maar deze flamingo maakt elke dag wat mee. En gaat gewoon over op de foto. Gewoon heel grappig. Dit is echt zo'n hipster account met allemaal van die plantjes en mooie dingetjes om te zien. Rose de Moor is een Nederlands meisje die onwijs goed kan zingen en die heeft meer dan 150.000 volgers. Bizar veel, maar dat hoort er ook gewoon bij, want ze kan onwijs goed zingen en dat is gewoon onwijs leuk om te horen. Want daar word je gewoon stiekem een beetje jaloers van, want ik kan totaal niet zingen. Dit is ook een account en hier worden eigenlijk alle goede zangers van heel de wereld, nou ja, niet alle natuurlijk, heel veel goede zangers van de wereld, bij elkaar verzameld. En soms zitten er dingen tussen waarvan je echt denkt, komt dit echt uit een mens? Is dit werkelijk waar? Hoort dit zo? Dan nog een account van een jongen die heel goed kan zingen. En ja, hij kan gewoon heel goed zingen. Meer kan ik er niet over kwijt. Dit is het account van Meerte en vooral haar 3D-tekeningen vind ik onwijs mooi. Moet je even die pizza en die lip zien. Die lijken gewoon net echt bizar. Nou, daar zit ik weer in het midden. Yes, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Wat jullie favoriete Instagram-accounts zijn. En of jullie mij al volgen op Instagram. Stem hierover in de poll eventjes. En anders kun je mij hier volgen als je dat leuk vindt. @MandyKalsbergen. Laat jouw favoriete accounts dus eventjes weten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei doei!